Selamat siang, saya Aris dari TAL Training Indonesia di Breda. Apa kabar semua? Baik, sudah makan? Ya? Hari ini saya akan mengajarkan 10 kalimat tentang berbelanja. Vandaag ga ik jullie leren 10 zinnen over winkelen. Saya suka sekali berbelanja. Ik hou heel erg van winkelen of shoppen. Ya, deze simpele zinnen kan je altijd gebruiken als jij bijvoorbeeld naar de markt gaat of naar de winkel gaat, naar de toko in Indonesië. Dit zijn vrij simpel, dus je kan gewoon zo leren. Zullen we dat doen? Ja? Blijf kijken. Nummer 1. Saya mau beli. Ik wil graag kopen. Saya mau beli roti. Ik wil graag een brood kopen. Saya mau beli jeruk. Nummer 2. Ada gebruik je als je wil vragen of iets aanwezig is. Of ze dat hebben. Dan gebruik je ada. Bijvoorbeeld, ada buku bahasa Indonesia? Heb jij Indonesische taalboek? Ada roti? Heb je brood? Dan is ada. Dan ga ik eerst naar nummer 5, staat hier berapa harganya? Berapa harganya? Hoeveel kost het? Berapa harganya? Hoeveel kost het? Daarna mag je vragen nummer 3 en nummer 4. Boleh tawar? Mag ik het afdingen? Boleh kurang? Mag ik het voor minder? Boleh tawar en boleh kurang. Nummer 6 en nummer 7. Ada korting? Krijg ik korting? Of ada diskon? Nummer 8. Nummer A is boleh coba? Mag ik hem proberen? Of mag ik ze proberen? Als je bijvoorbeeld schoenen wil kopen, een jurk en een broek, dan kan je altijd vragen, boleh coba? Mag ik hem passen? Mag ik ze passen? Nummer 9. Boleh pilih? Mag ik uitkiezen? Of mag ik zelf uitkiezen? Boleh pilih? Boleh pilih, pak? Boleh pilih, bu? Dit is meestal als jij fruit wil kopen. Dus eerst vragen of je zelf mag uitkiezen. Niet meteen door elkaar halen, hè. Is niet netjes. Nummer 10. Saya mau yang. Saya mau yang. Bijvoorbeeld, saya mau yang merah. Ik wil die rode. Saya mau yang besar. Ik wil de grote. Saya mau yang kecil. Ik wil de kleine. Of saya mau yang putih. Ik wil de witte. Is het allemaal duidelijk? Makkelijk toch? Ja? Wel leren hè? Ik ga volgende keer weer met andere dingen. Zullen we dat doen? Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Muah.